Het team Mikandou van de faculteit der medische wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit heeft gisteren de opening gedaan van de naschoolse sportactiviteiten voor kinderen met een lichamelijke beperking. Er zullen wekelijks op de maandag sportactiviteiten georganiseerd worden in de sporthal van het revalidatiecentrum. De lessen worden verzorgd door coaches van verschillende disciplines. Het sportaanbod is vrij ruim, zodat de kinderen aan verschillende takken van sport kunnen doen. Dit project is mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Nederlandse ambassade. Volleyballer Gino Naarden is een van de coaches die meewerkt aan de naschoolse sportactiviteiten voor kinderen met een beperking. Team Hello. Team Hello, en hier hebben we team. Oké, okay, team Ninja, team Hello. Oké, we beginnen opnieuw, sorry. Volleyballer Gino Naarden, die kinderen sportief bezighoudt tijdens de naschoolse sportactiviteiten voor kinderen met een lichamelijke beperking.